Martin, ja. Alsjeblieft. Graag gedaan. Geen dank. Ja. Het is vandaag 29 jaar geleden dat de reactor in Oekraïne, toen nog Rusland, ontplofte, Tsjernobyl. En dat was het begin van een enorme ramp waarbij een groot gedeelte van Europa radioactief besmet raakte. Nou, we zijn op een aantal gebieden actief anti-kernenergie. Hè, dus we zijn ook regelmatig in Gronau, waar dus ook een Orenco-fabriek staat, in Ahaus. Maar we organiseren ook activiteiten. We hebben tegenwoordig maandelijks een vredestuin, waarin allerlei thema's aan de bord, aan de orde komen. Zoals in Mali. We zijn dus ook vredesactiviteit. Dus we zijn ook over het algemeen tegen militair ingrijpen. Ik sta hier niet omdat ik staatslid ben, maar gewoon omdat ik tegen kernenergie ben. En hier heb ik al heel vaak gestaan en daar blijf ik gewoon mee doorgaan. Sinds 1999 zo ongeveer ben ik toch wel bij bijna alle demonstraties hier geweest. We zijn er niet ieder jaar hier geweest, maar toch wel bijna ieder jaar, denk ik. Dus denk wel een stuk of 15 keer. Maar niet altijd hier, ook wel eens aan de andere kant. Want het eigenlijk is de hoofdingang aan de andere kant. Uit Gronau, van de lokale gemeente Belang. Ja, we hebben vele jaren contact met die mensen uit de Twente en werken over de grens samen tegen Orenco. Orenco heeft ook een vestiging in Gronau. Daar werken we samen tegen en werken hier nu tegen die vestiging in Almelo. Ja, we werken viele Jahre samen. Hier ist elke Jahr Protest auf die Tschernobyl-Herdenking. In Gronau haben wir elke Maand, elke erste Sonntag in dem Maand eine Protestaktie. Das ist so genannte Sonntagsspaziergang. Auch da kommen elke Maand Menschen von Nederland, um uns mit Stellen zu helfen.